Aad van den Berg, we staan hier bij Go Ahead Kampen. 1-1. Volgens mij speel je hier de beste partij van de laatste weken. Ja, ja, misschien wel van het seizoen, dat weet ik niet. Maar volgens mij waren we vanaf begin tot eind onder controle. Dominant. Even een fase in de eerste helft dat het even een beetje 50-50 was. Maar voor de rest was het gewoon één ploeg volgens mij. En ja, volgens mij heb ik na rust 8, 9, 10, 100% kansen geteld. Gewoon oefenpotjes bij wijze van spreken. 4 tegen 3 uitspelen of noem maar op. En ja, we maken het niet. En die keeper van 50 die houdt een paar ballen tegen. Want ik dacht, hé, had ik niet op gerekend. Maar ja, ik ben behoorlijk ziek van, eerlijk gezegd. Als je zo speelt en zoveel kans hebt op 0-2, 0-3, 0-4, dan overdrijf ik niks. En je krijgt in de 89ste minuut, 90ste minuut, krijg je de 1-1 om je oren. Dan zijn we er ziek van, ja. Laten we eens beginnen bij het begin. Eerste helft. Volgens mij geef je niks weg. En je scoort in de 47ste minuut. Ja. Met Niels Koenderink. Ook lekker voor Niels. Ja, lekker voor Niels. Lekker voor ons allemaal, denk ik. En een mooi moment om de rust in te gaan. Ik weet niet of we helemaal niks weggaven, maar ja, we waren wel gevaarlijker. En dat is duidelijk. In de tweede helft werd dat gat alleen maar groter tussen ons en Go Ahead Kampen, dacht ik. Maar ja, zoals zo vaak, als je hem zelf niet maakt, en die kansen hebben we veelvuldig gehad. Dan wel verkeerde keuzes voor de goal, dan wel verkeerde passing. Dan wel zelf willen schieten terwijl die bal opzij moet, dan is het ook gewoon 0-2. Maar ja, dan maken we hem niet. En dan valt hij aan de andere kant, zoals zo vaak dit seizoen. Toch denk dat je hier wel mee verder kan, want de ploeg heeft wel duidelijk meer zelfvertrouwen dan de laatste paar weken. Zeker. En, je had een heel dun bezette bank, dacht ik, want ik zag nog wat jongens van de tweede, volgens mij in de tweede helft aankomen. Ja, we misten Andreas met een blessure en Nick Verginkel met een blessure. Maar bank op zich, weet je, die jongens kwamen in de rust aan. Voor rust wissel je toch niet zomaar twee keer. En we hadden twee toppers op de bank met Roytje en Gio. Dus dat is niet zo heel erg. En wat je zegt is waar. Ik bedoel, we kunnen er wel verder mee. Maar dat moet je me nu even niet vragen. Maar misschien morgen of dinsdag wel. Maar ja, ik ben trots. We hebben een fantastische wedstrijd gespeeld. En bij winst hier kun je nog een beetje klimmen en weer meedoen. En dat hebben we nagelaten. En dat is jammer. Giovanni en Roy op de bank. Giovanni, is dat lastig voor hem? Want hij is wel fit. Nee, ik denk dat Gio, ik wou bijna zeggen prof genoeg is. Maar in ieder geval man genoeg is om te beseffen dat hij de laatste 3 weken 2 wedstrijden gemist heeft. En ook een weekje trainen. Dus dat hij gewoon eventjes pas de plaats moet maken. En dat snapt Gio wel. En als ik hem nodig heb, dan is hij er. Maar Roy is nog jong. Die snapt er niks van dat hij op de bank zit. Jawel, Roy die ziet ook al wat er om hem heen gebeurt en dan wordt de afgelopen weken weer redelijk voetballen. Maar het leuke aan Roy is dat hij een flinke dip gehad heeft. Maar dat hij er absoluut aan zit te komen. En dat begon eigenlijk bij het tweede, bij SWB, dat hij fantastisch wedstrijd speelde. En dat heeft iedereen hem ook verteld. En sindsdien zie je hem ook weer groeien op trainen. Wordt hij weer steeds brutaler en Roy komt eraan. Volgende week STVB. Ja, volgende week STVB. ja, daar hebben we wat recht te zetten, denk ik. We verliezen daar met 0-1. En die vierde alsof ze kampioen geworden waren. Dus het is het momentum ligt bij ons, denk ik, om op de bak te gaan. Nou, dan hou ik je daaraan.